Ook deze werden trouwens vaak geleverd met het shaping filter erin. Dus dat moet je er wel even uithalen voordat je dat op een moderne transceiver aansluit. Maar ja, het binnenwerk lijkt echt heel sterk op de latere Junker ook. Hè? Waar het dan ook een schaamteloze kopie van is. Maar ja, in de Sovjet-Unie en in het Oostblok hadden ze geen auteursrecht en volgens mij ook geen uitgebreid patentwetgeving. Dus daar was het, in ieder geval alles wat daar gepubliceerd is en gemaakt, dat kun je zonder inbreuk op allerlei rechten, kun je dat, zeker als het in die tijd is tenminste. Maar dan kun je dat nog steeds namaken. Hè? Ik dacht eerlijk gezegd dat ik er zo'n snoer aan had zitten met een stekker, maar dat was niet zo.